Wat erg? Ja. Zo rijk in zo'n goedkope auto. Ik rijd dan misschien zelf een Volkswagen, maar vandaag ben ik autoverkoper bij Mini. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, wauw, die staat je goed. Ja, ik wil die heel graag voor heel weinig meenemen vandaag. Volgens mij kom ik hier vandaag met jouw auto's verkopen. Zeker. Van harte welkom. Goedemorgen. Lieve, welkom. Ja, dankjewel. Hey, wat houdt het nou precies in om autoverkoper te zijn? Mensen komen vaak binnen, gaan zich oriënteren, zijn op zoek of naar een nieuwe of naar een gebruikte. Nou, bij een gebruikte is het natuurlijk heel erg makkelijk, kun je heel makkelijk laten zien. Mm-hmm. Of mensen komen op zoek naar een nieuwe en dan ga je een auto helemaal samenstellen. Hoe ben jij hier nou ingerold als vrouw? Ik studeerde horeca management en wist totaal niet wat ik wilde na mijn studie. En bij toeval ben ik hier terechtgekomen en het gaat met name om de gastvrijheid. Mensen zich welkom voelen bij je. Je hebt ook wel wat pluspunten natuurlijk omdat je een vrouw bent. Ja. Maakt je wel een beetje uniek. Ja. Maakt je gewoon inderdaad uniek. Dat is de droom over deze auto. Maar het is wel een beetje mini van binnen. Wat gaan we precies doen vandaag? Ik ga jou vandaag meenemen. Mini verkoop je in 6 stappen. En het uiteindelijke doel is dat jij straks aan het einde van de dag een auto af gaat leveren. Ik heb je net de showroom laten zien, alle auto's laten zien. En stap 2 is dat je gaat proefrijden in de mini. Yes. Stap 2, de proefrit. Ja, nee, dus even gas geven eerst. Gewoon. Woe! Stap 3. Samenstellen. Lonneke, welke mini vind jij het allerleukste? Nou, dat is natuurlijk de cabrio. Je kunt hem helemaal zo maken, als je zelf wil. Hey, en hoe verkoop jij nou die minis? Het is juist de kunst om mensen hier naar binnen te halen die normaliter niet door die deur naar binnen komen. Ja. Het uit zich met name in social media, marketingacties, ja. Altijd leuke evenementen waar je mee bezig wilt zijn om klanten aan je te binden. Ik heb mijn mini samengesteld. Dat betekent dat we doorgaan naar de volgende stap. Stap 4. Taxeren. Je krijgt bij deze auto ook allemaal gratis dingen erbij. Oh jee. Gebruikte koffiekopjes, een boterhammetje. Niet te vergeten een Magnum stokje. Wat denk je dat die waard is? Ik denk dat die rond 10.000 euro waard is. De helft. Echt? Ja. Oh, wat erg. Ja. Zo rijk in zo'n goedkope auto. Laten we daar veranderingen brengen. Nummer 5. De deal. Yes. 31.985 euro. Wat moet je nou precies allemaal kunnen om autoverkoper te zijn? Maar allereerst moet je passie hebben voor het product dat je verkoopt natuurlijk. Je moet resultaatgericht zijn. Je moet goed kunnen onderhandelen. En je moet inlevingsvermogen hebben in de klant. Nou, we hebben een deal. Yes. Top. Gefeliciteerd. Ik neem hem mee. Zullen we je aflevering klaarzetten? Ja, want ik moet nu bij een echte klant moet ik de auto gaan afleveren. Stap 6. De aflevering. En dat moet ik gaan doen natuurlijk voor de echi. Jazeker. Heeft die nog goed schoon? Goed, dat is het onthuldoek. De grote onthuldtruc. Nou, we hebben een beetje voor u ingepakt. Nou, dit is hem. Heel veel plezier ervan. Dat moet wel lukken. Joei! Doei! Oké, welke kan ik nou meenemen aan het eind van de dag? De echte cabrio zat er niet helemaal in. Maar deze mini. Wel een auto zonder dak. Ja.